Eerst voor Veers was dat een shout. Afgelopen maandag is er door de coalitie gesproken over een dekkingsvoorstel van de coalitie, waarin een 10% OZB-verhoging is opgenomen ter dekking van de kosten van het sociaal domein. Het CDA kwam samen met de ChristenUnie met een amendement op de begroting waarin gevraagd werd de 10% verhoging te schrappen. De eerste twee jaren laten namelijk tekorten zien, maar de volgende twee jaren kennen overschot die per saldo tegen elkaar weg zouden kunnen vallen. Ook dit amendement werd echter weggestemd en daarop werd een tweede amendement ingediend om tenminste de opbrengst uit die 10% OZB-verhoging te oormerken, zodat het geld terug zou kunnen naar de burger indien de OZB-opbrengst niet nodig is om de kosten uit het sociaal domein te dekken. Aan tafel heb ik Joop van Ruler van het CDA en Aart Klomphouder. Heren, welkom. Dank u wel. Meneer Ruler, een van de dingen die speelt is dat het CDA bang is dat de opbrengsten uit de OZB gebruikt gaat worden voor andere zaken als het sociaal domein. Heb ik dat correct? Dat heeft u correct, daar waren wij inderdaad bang voor. Maar misschien mag ik nog een stapje terugzetten en even vooraan beginnen. Ja, prima. Kijk, anderhalf jaar geleden is er een coalitie gevormd waar het CDA bij zat. Ook toen waren er hele forse tekorten. Toen hebben wij toch door maar liefst 4 miljoen te bezuinigen dat tekort weten terug te dringen, waardoor er ook geen belastingverhoging nodig was. Nu zit er een nieuwe coalitie en wat zien we als eerste? Een van de eerste maatregelen, gelijk de OZB de belasting omhoog met 10%. Wat dan uiteindelijk 8 ton opbrengt, waarvan wij zeggen, volgens ons, als we naar de begroting kijken, die is zodanig solide, is dat op dit moment niet nodig. Meneer Klompbouwer, is die begroting solide? Nou ja, goed, als we dan kijken naar wat het oude college ons heeft achtergelaten, dat was een begroting met een gat van 1,9 miljoen. En dat kwam, ze hebben de tekorten voor het sociaal domein hebben ze dus in de begroting verwerkt. Maar alleen op het sociaal domein komen we al 2,5 miljoen structureel tekort. Dus we leggen daarbij het geld dat we uit Den Haag krijgen als gemeente 2,5 miljoen in 2016. En dat blijft, als we geen maatregelen zouden nemen, altijd nog zo rond de 2 miljoen hangen. Wat wij tekortkomen op het geld wat we vanuit Den Haag krijgen. Wij hebben gezegd van, er is met de Raad afgesproken, en de heer Van Ruler zal dat ongetwijfeld beamen, dat we moeten proberen om het geld wat we uit Den Haag krijgen voor het sociaal domein, om dat dus kostendekkend te krijgen, om ervoor te zorgen dat we datgene wat we uitgeven en datgene wat we ontvangen met elkaar in evenwicht is. Als je dat doet, en daarom hebben wij moeten kijken van hoe gaan we dat gat van die 1,9 miljoen dekken. Daarvoor is een aantal maatregelen genomen en aanvullend was daar die OZB-verhoging nodig, waarbij wij die 800.000 euro willen oormerken voor het sociaal domein. Zo staat het ook in het dekkingsplan. Meneer Ruler, u wilt reageren. Dat laatste kom ik zo op terug. Kijk, wij zeggen die begroting is solide. En waarom zeggen wij dat? De tekorten die we kunnen voorzien, die zitten al in deze begroting voor het sociaal domein. Er zit een tekort van 1,9 miljoen zit al in deze begroting. Terwijl we ook nog eens zeggen, van die 1,9 miljoen willen we op termijn weer terugverdienen. Uiteindelijk moet dat terug naar nul. Dat is hetgeen wat de heer Klomphouwer net ook zei. En daarnaast zien we dat bijvoorbeeld het grondbedrijf, dat er heel veel is op afgeboekt. We zien juist dat het heel goed gaat nu met de grondverkopen. Dus we verwachten dat daar wel weer een plus in zit. We zien aan de uitkeringenkant dat we daar 8 ton overhouden. Hebben we nog niet in de begroting opgenomen. Omdat we zeggen, nou ja, je weet niet hoe hard dat is. We hebben een uitgebreide risicoparagraaf waar alle risico's in beeld zijn. Kijk ik naar onze weerstandsvermogen, we moeten 0,8 hebben qua ratio. We hebben het dubbele. Dus in die zin zeg ik, die begroting is heel solide. En daarom zien wij geen reden om die OZB, die belasting te verhogen. Omdat hetgeen wat je nu nog tekort komt in 2016 en 2017... dat verdien je dubbel en dwars in 2018 en 2019 weer terug. Dus per saldo is het tekort gewoon nul. Dus maar waarom zou je dan nu die belasting verhogen als je zegt ik heb dat niet echt nodig? Maar het saldo is per saldo is het tekort nul als alles mee zit. Want op het moment dat het Rijk met extra bezuiniging om de hoek komt, of als het inverdienen toch tegenvalt ten opzichte van hoe dat verwacht is, dan ga je tegen een tekort aanlopen. Dat is juist. Maar kijk, in een begroting probeer je alles zoveel mogelijk te voorzien. Wat ik al zei, alles wat we kunnen voorzien nu zit erin. Tekorten zitten erin. De positieve risico's, om het zo te noemen, die hebben we nog niet verdisconteerd. Dingen die gaan meevallen straks. Tuurlijk, er kunnen van het Rijk weer allerlei kortingen komen. Maar nogmaals, wat je kunt voorzien, is nu allemaal voorzien. En ook op een voorzichtige manier begroot. En dan zeggen wij, dan zit er voldoende ruimte in die begroting. Vanaf 2018 alweer een overschot van 6 ton per jaar. Doe je die OZB-verhoging erbij, zelfs 1,4 miljoen overschot per jaar. Dan zeggen wij, je hebt alles zodanig goed in beeld op dit moment, dat die 1,4 miljoen overschot, ja, volgens ons is dat helemaal niet nodig. 6 ton is meer dan genoeg, dus je OZB-verhoging, die belastingverhoging, is niet nodig.
Meneer Klombouwer? Ja, ik vind het wel heel leuk. Hè? Het is dus een beetje cherrypicking wat we nu aan het doen zijn. Hè? We halen de leuke dingen uit de begroting, halen we eruit. En dan gaan we zeggen van dat hebben we gedekt, dat hebben we gedekt. Wat meneer Verhulen vergeet te zeggen is dat we een risico lopen structureel van 1 miljoen op de grondexploitatie. Omdat we de rente misschien niet meer mogen toerekenen. Dan krijgen we de eerste 5 jaar krijgen we dat gedekt omdat onze incidentele ruimte omhoog gaat. Maar daarna moeten we een gat zien te vinden van 1 miljoen per jaar. Noem ik een risicootje, hoor. Ik weet niet hoe of de heer Van Rulle dat noemt, maar ik noem dat een risico. Staat nog niet in de begroting. Is een PM-post. Er staan een aantal maatregelen vanuit het Rijk dat onze gemeente een hoop geld zou kunnen kosten. Staan nog niet in de begroting. In de tweede bestuursrapportage is een klein beetje rekening gehouden met het BTW-compensatiefonds. Daar gaan we al €150.000 gemiddeld per jaar op achteruit. En ik kan zo nog een stuk of 4 punten opzoeken in deze begroting die wel degelijk een risico is. Los nog van het feit dat er nog een aantal zaken aan gaan komen die sowieso geld gaan komen. Die kosten natuurlijk. En ik wil er eentje uithalen. Als wij in 2018, na het afloop van het contract met SRO... van plan zijn om alle sportaccommodaties te privatiseren, dus weer in beheer te geven van de eigen verenigingen, zodat ze het zelf gaan doen, zullen we dus of moeten zorgen dat alles tiptop in orde is, of we moeten ze een bruidschat meegeven. Dat kan incidenteel in ieder geval een hele hoop geld kosten. En wie weet wat dat structureel ook nog eens een keertje gaat kosten. Er zijn een aantal andere risico's en ik wil de begroting niet helemaal overdoen. Maar wat ik wel wil aangeven is dat we minder geld binnenkrijgen als dat we uitgeven. En ja, ik heb geleerd vroeger, en ik heb vroeger geleerd dat op het moment dat je minder geld krijgt als dat je uitgeeft, kun je 2 dingen doen. Dan kun je of je uitgaven verlagen, of je kunt je inkomsten verhogen. Want je moet wel structureel zorgen dat de rekeningen betaald worden. En wat het CDA en ChristenUnie wilden, is het havenzilver naar de pandjesbaas brengen en dan maar hopen dat we in 2019 het terug kunnen kopen met het geld wat we dan ondertussen teruggekregen hebben. Ik begrijp dat afgelopen maandag ook uitgesproken is dat de OCB-verhoging strikt bedoeld was voor de kosten uit het sociaal domein. Ja. Ik wil eens even reageren op het voorgaan als dat mag. Ja, dat mag. Want wat er nu gezegd wordt, daar zitten een aantal veronderstellingen in. En ik zeg nog steeds, en ik heb ook een financiële achtergrond, van in die begroting is alles voorzien wat we kunnen voorzien. En dan hebben die OZB-verhoging nu niet nodig. En wat zie je gebeuren door hem nu wel door te voeren? Dat ik van partijen hoor, trouwens niet van de lokale partij, maar andere coalitiepartijen, die zeggen, nou, de financiële ruimte valt mee, dus misschien kunnen we de bezuinigingsoperatie die we nu hebben lopen wel wat vertragen, wat meer tijd nemen voor het veranderplan, wat meer tijd vragen voor de discussie met de samenleving. Dat hoor ik andere coalitiepartijen al zeggen. Dus dan ben je al die OZB-verhoging, die belastingverhoging aan het opmaken. Maar ik wil er nog eentje aan toevoegen. En dan kom ik bij het sociaal domein. De heer Klomphouwer zegt, we hebben dat geld nodig voor risico's die we lopen. Dat geld heeft hij daar helemaal niet voor bestemd. Want hij zegt zelf, die OZB-verhoging, die belastingverhoging, die is ten behoeve van het sociaal domein. De bedragen die we daar tekortkomen, die nu voor 1,9 miljoen in de begroting zitten, waarvan hij zegt, ik verwacht dat we nog meer tekortkomen, die wordt daarvoor geoormerkt wat ons betreft. En we hebben ook gezegd, zodra dat geld weer terugverdiend is, dat zal nog even tijd kosten, denk ik, maar stel dat die 1,9 miljoen tekort, dat die weer terug is naar nul, dat dekkend is in zichzelf, dan gaat die belastingverhoging wat ons betreft weer terug naar de burger. Ja. Dus dan is die belastingverhoging puur bedoeld voor het sociale domein. Ja. En kun je die helemaal niet benutten voor grondbedrijven of BTW-constructies. Maar meneer Klombouwer, wat is er op tegen dan om dat geld te oormerken? Nee, maar helemaal niks, want dat doen wij al. Sterker nog, dat staat in het dekkingsplan. De nieuwe coalitie heeft gezegd, €800.000 die binnenkomt voor de OZB, is er voor de dekking van het tekort van het sociaal domein. Daar is het voor bedoeld. Maar doordat het nu in de begroting is opgenomen, de sociaal, en daar bedoel ik met lastige voor iemand, we hebben €2,5 miljoen tekort. Als we geen sociaal domein hadden, laat ik het zo zeggen, of dat budgetair neutraal was, hadden we geld over gehad. Hadden we zo'n beetje €600.000 in de begroting overgehouden. He? Maar wij moeten als gemeente nu al in het komende jaar €1,9 miljoen bijleggen uit eigen middelen om de kosten van het sociaal domein te kunnen dekken. Dat zit in de begroting al. Ja, dat kan me niet schelen waar het staat, maar absoluut. Het is wel zo. Het is al gedekt. Dat is al gedekt in de huidige begroting. Nee, en dan houden we nog in 2018 houden we 6 ton over. En die 1,9 miljoen tekort zit daar al in. Ja, maar mag ik u dan even wijzen op het feit dat het oude college, uw oude college,
de rompbegroting, dan moet die twee nog even niet door elkaar halen, de rompbegroting achterliet met een gat van 1,9 miljoen. Bent u dat met mij eens? Wat ik zie is een begroting nu die er ligt met een tekort van 6 ton zonder OZB-verhoging. Nee, die omslaat in een overschot in 2018 van 6 ton. Nee, ik vraag, dus, ik vraag u, heeft het oude college ons laten een opdracht meegegeven waarin het tekort 1,9 miljoen was? Sterker nog, men heeft, het oude college heeft zelf gezegd van er is helaas niet mogelijk om de tekorten te dekken zonder aanvullende maatregelen. Wij bedenken die niet, want we willen het nieuwe college niet voor hun voeten de voeten lopen. De oude college liet een gat achter van 1,9 miljoen. Dat is gedekt met de kopbegroting. Daar is 800.000 euro voor die OZB-verhoging is eruit gekomen. Daar is 200.000 euro aan WMO-middelen. 740.000 euro inverdieneffect op het sociaal domein. Dat is heel technisch, denk ik. Ja, nee, maar dat gat hebben wij moeten dekken. Ik wil er graag op reageren. Meneer Rulle. Wat het oude college gedaan heeft, eigenlijk heeft het oude college, ik zou zeggen, bijna niets meer gedaan. Want die rekent gewoon alle getallen door en die zegt, wij formuleren geen nieuw beleid, want er komt een nieuwe coalitie aan. Ja. Dus wat ze achterlaten is gewoon een rekenexercitie van dit zijn de getallen en er zit een tekort in. Vervolgens hebben we ook gezien, ook de coalitie heeft dat gezien, dat er weer 7 ton terugkwam vanuit het sociale domein. 2 ton WMO. Nee, maar dat is ook ontdekkingsplan, hè? Dat is hetgeen wat de nieuwe coalitie gemaakt heeft. Die 7 ton en die 2 ton, die komt gewoon, met name die 7 ton, komt gewoon uit de Rijksoverheid. Die zegt, enerzijds worden jullie gekort, maar dat betekent ook dat je minder hoeft uit te keren. Dus ook dat is gewoon een technische doorrekening. Dat is, heeft niet de coalitie bedacht, dat heeft Den Haag bedacht. Maar meneer Rulle, zijn de middelen van het Rijk dan toereikend voor het sociaal domein, hoor ik u dat zeggen? Nee, die zijn niet toereikend. Nee, het gaat om de dekking. De heer Klomphouwer zegt, het oude college liet een tekort achter van 1,9 miljoen. Dat was gewoon een technische doorrekening van de getallen van dat moment. Dat is gecorrigeerd doordat het sociaal domein, die 7 ton meeviel, dat komt uit Den Haag. Enerzijds gekort, anderzijds die 1,9 gekort, 7 ton kwam terug. Dat is één. Vervolgens is er weer een nieuwe, zoals we dat noemen, circulaire gekomen na die tijd. Die ook veel positievere getallen liet zien voor komende jaren. Die ook weer verwerkt is. En dat moet je meenemen. En daarmee is een groot deel van die 1,9 miljoen gedekt. En het enige wat deze coalitie toevoegt in die kopbegroting, zoals het heet, is eigenlijk gewoon die 8 ton OZB-verhoging, belastingverhoging. Waarvan wij zeggen, als je kijkt naar de getallen, hoe ze er nu uitzien, dan kom je de eerste 2 jaar nog wat tekort. Maar daarna is het alweer helemaal positief, plus. En nogmaals, alle risico's, alles hebben we in beeld. Dus het is totaal onnodig om die belasting te verhogen. Maar dan er wel van uitgaan dat het inverdienen gaat werken, dat je inderdaad je kosten of je bezuinigingen kunt doorvoeren. En dan moeten wel alle vaantjes de goede kant op staan. Ja, maar daar komt bij, en dat is natuurlijk een beetje het kromme in het verhaal. De heer Klomphouwer zegt, we lopen heel veel risico's op allerlei terreinen. Maar hij zelf zegt, die OZB-verhoging, die belastingverhoging, is bestemd voor het sociaal domein. Dus die kun je helemaal niet bestemmen voor andere tegenvallers die in die begroting zitten. Dus dat is bestemd voor het sociaal domein, die 8 ton. En zodra we dat weer terugverdienen, en nogmaals, ik heb gezegd, dat zal best even duren, want dat is niet zo makkelijk. Maar zodra dat tekort in het sociaal domein weer nul is, kan die belastingverhoging weer terug naar onze burgers. En ik wil graag, daar was het abonnement voor bedoeld. Ik had graag gezien dat de coalitie dat gesteund had. Want het abonnement, wat dat zegt, oommerken van die 8 ton. En zodra het die terugverdient is terug naar de burger. Dat was 1-op-1 wat het coalitieakkoord zegt. En wat in feite ook de begroting zegt. En wat vervolgens de coalitie niet steunt. Maar nou wil ik heel erg graag reageren. Want ja, nee, maar dit vind ik bijna kwalijk worden. Nee Joop, je weet hoe het gegaan is. Je weet hoe de werkelijkheid is. Wij hebben continu altijd geroepen. 800.000 euro, sociaal domein. En zodra in de discussie dat is naar voren gekomen van wat doen we als we het sociaal domein op orde hebben, kan dat geld dan terug naar de burger? Toen hebben wij gezegd, dan gaat de OZB-verhoging wordt teruggedraaid. Hebben alle drie de partijen gezegd in de coalitie, jazeker, dat heeft Pro21 gezegd, heeft de VVD gezegd, hebben wij gezegd. Sterker nog, het college heeft een toezegging gedaan. Wij werden bij elkaar geroepen met fractievoorzitters in de ruimte met ambtelijke organisatie en de burgemeester. En die gaven aan dat jullie amendement technisch niet uitvoerbaar zou zijn. Want we hebben het over de begroting 2016. En het inverdieneffect, zoals je zelf net ook al aangaf, ligt verder in de toekomst. Dus een wijzigingsvoorstel op een bestaande begroting kan niet. Toen hebben wij gezegd, jullie hebben van ons de toezegging. Ik wil hem nog herhalen. Ik doe het hier voor de radio weer. Zodra wij kostendekkend het sociaal domein hebben,
kan wat ons betreft en wat de hele coalitie betreft die onroerende zaakbelasting weer teruggedraaid worden. Maar we hebben het nu nodig om het gat te kunnen dichten. Dat hebben wij daar gezegd in de raad. Dat heeft het college toegezegd. Was onvoldoende voor jullie om dat te accepteren. Jullie hebben toch het amendement ingediend. Het amendement wat technisch niet uitvoerbaar was. Je hebt zelf aangegeven dat het eigenlijk beter was om het te splitsen in een amendement en in een motie. Toen heb ik gezegd, maak er een motie van, krijg je onze steun. Nee, dat doen we niet. Nou, en dan houdt het voor mij op. Meneer Rulle. Ik wil daar graag op reageren. Kijk, we hebben een amendement ingediend. Dat hebben we ook gewoon technisch laten toetsen op het stadhuis door mensen die daar verstand van hebben. Daar kwam uit, eigenlijk moet je dat splitsen in een amendement en motie. Toen hebben ze nou, dat wordt eigenlijk heel erg ingewikkeld. Wij dienen een amendement in, die voor 2016 kun je die technisch toepassen. Alleen hadden we daar ook gezegd, nou ook voor de komende jaren, hè, hetzelfde verhaal. Dat kun je niet op een begroting voor 2016 kun je dat inbrengen. Toen hebben wij gezegd, nou dat stuk van dat amendement zien wij ook als een richtinggevende uitspraak van de raad. Dus als de raad de intentie heeft, hè, die zegt van nou dat is een goed verhaal, daar willen we mee instemmen, had men dat kunnen steunen. Nee. Nogmaals, dat is ook technisch getoetst en dat kon zo. Dat heeft men niet gedaan. U zegt, de toezegging is gedaan. Ik moet zeggen, de heer Klompenhouwer heeft die toezegging gedaan en doet die vandaag ook nog eens keihard. Dat vind ik winst. Dat is heel duidelijk wat de lokale partij zegt van oormerk. En zodra het weer terugverdiend is, gaat het terug naar de burger. Ik moet wel constateren dat de andere beide partijen, ze zijn er nu niet bij, die uitspraak minder hard hebben gedaan. Die hebben gezegd, we zijn bereid om het te oormerken. En daar hield het op. Ik heb daar niet gehoord van dat gaat terug naar de burger zodra we het terugverdiend hebben. Nogmaals, daar was de heer Klompenhouwer heel helder in. Dus nogmaals, dat vind ik winst. En daar zullen we ook in de toekomst aan houden. Hem kennende houdt hij ook daaraan. Dankjewel. Dus, die uitspraak staat op audio, die wordt straks op de website gezet. Dus wat dat betreft ligt dat vast. In die zin is dat winst. En nemen we ook die winst en zijn we blij met die uitspraak van de lokale partij. Maar ik wil toch toevoegen dat ook het college op een concrete vraag hierop, om dit te oormerken en eventueel, en dan is nog een hele discussie geweest over wat bedoelt u met teruggeven. Ja. Moeten we dan in geld teruggeven of gaan we de OZB-verhoging terugdraaien? En dat laatste werd bedoeld en dat laatste is ook door het college toegezegd. Correct. Nou, dan zeg ik van, wat wil je nog meer? Maar blijkbaar was dat niet voldoende voor jullie om te zeggen van, we trekken het amendement in, wat eigenlijk een amendement en een motie had moeten zijn, wat je zelf net ook aangaf. En ik had heel graag gezien dat jullie als partijen dat gedaan hadden en waar ik boos over wet, is de conclusie die jullie daaraan getrokken hebben. Maar jullie zeggen, ze willen dat amendement niet steunen, dus hebben ze het geld nodig voor anderen. Hans Boer ging zover dat hij zegt, nou in 2018 vliegen de sportvelden en de cadeautjes weer om je oren bij de volgende verkiezingen, want dan kunnen ze met dit geld mooi weer spelen. En daar ben ik erg boos over geworden, want het is absoluut niet de bedoeling en dat willen wij niet. Wij moeten uit nood deze OZB-verhoging moeten we toepassen, omdat wij die zorg zo belangrijk vinden voor de inwoners van Nijkerk. En wij willen die 800.000 euro daarvoor gebruiken. En moeten dat ook, omdat jij net zo goed weet als ik dat wat vandaag uit Den Haag komt, morgen heel anders kan zijn. Als laatste wil ik zeggen, om nog even over de betrouwbaarheid van die prognoses naar 17 en 19 en 18 te gaan. Wij dachten nog in juni het fantastisch te hebben met de voorjaarsbrief. We dachten toen kregen wij in juli kregen we dan de correctie daarop, want dan kregen we 1,7 miljoen extra korting aan onze broek. En we krijgen die bestuursrapportage, waar jij nu zo lyrisch over bent, maar over het jaar 2015 krijgen we een naheffing van 500.000. Moeten we even uit de algemene reserve halen. Hè? En dan bedoel ik, als ik dan zeg van, wees alsjeblieft voorzichtig met je rijk rekenen naar de toekomst en zorg ervoor dat je structureel geld hebt om je rekeningen te betalen, vind ik dat gezond financieel beleid. En ik vind het dekkingsplan wat jullie technisch mogelijk maken, absoluut. Als het allemaal klopt en het lukt, dan zou dat theoretisch kunnen. Maar dan zijn we geen stap opgeschoten. We hebben geen extra risico kunnen afdekken. En als er wat gebeurt, zullen we weer uit andere potjes moeten gaan putten. Of we moeten het beleid aangestellen. Ik wil wel graag zeggen van, kijk, die begroting is structureel dekkend vanaf 2018. En we hebben een begroting waar voorzichtig begroot wordt. Dus dan kun je zeggen, er kan in de toekomst van alles aankomen. Dat klopt, maar dat is nou net de kenmerk van een begroting. Je moet voorzichtig begroten, maar wat je weet heb je daarin zitten. En dan kun je niet zeggen van, nou, als er in de toekomst nog eens heel veel tekorten aankomen, laten we daar maar alvast de belasting voor verhogen. Dat vind ik prematuur reageren. En dat is niet correct. Ik hoor nu een keiharde toezegging van, joh, op het moment dat, dat het allemaal goed valt, gaat het geld inderdaad terug naar de burger. Hè? Dan wordt die OZB-verhoging weer teruggedraaid op het moment dat de kosten dekkend zijn. Maar wat nou als er ergens anders tegenvallers komen? Die zullen we ergens anders op moeten lossen.
Het is niet zo dat wij dus nu geld... het gaat mij erom, we krijgen middelen vanuit het Rijk... om dat sociaal domein in te richten. Die uitspraak ligt er van de gehele raad... Top. dat kostendekkend moet zijn. Het CDA was toen nog zo positief dat ze zeiden... van, daar konden we nog wel eens een paar ton op overhouden. Nou, die rekenmachine die hebben we in de prullenbak kunnen gooien... want ja. Dat lukte niet. Vervolgens moeten we constateren dat we heel veel geld... miljoenen tekortkomen. Wij wilden op dit moment niet zomaar weer ingrepen... want zoals de heer Van Ruller al aangeeft... we hebben 4 miljoen bezuinigd alweer in de afgelopen jaren. We hebben daarvoor al een enorme bezuinigingsoperatie gehad. We zijn miljoenen aan het bezuinigen geweest... met grote maatschappelijke gevolgen. Wij hebben gezegd, we gaan eerst met die samenleving in conclave... en gaan we kijken wat is de beste manier om nog aanvullend een 500.000 te bezuinigen. Dat staat in onze nieuwe coalitie. Komt er ook nog een keer bij. En vervolgens om te kijken van wie, waar kan het niet... en hoe kunnen we dat het beste doen. Dus die maatschappelijke discussie willen wij hebben. Dat we dat nu oppakken, terwijl het vorige college dat wilde... maar niet verder kwam dan een eerste aanzet, mogen duidelijk zijn. Dat willen wij graag wel. En dat wordt nog geen makkelijke discussie. En hoe we dat precies moeten gaan doen, weten we ook. Dat is nog lastig. Maar wat ons betreft, dat sociale domein... is een op zichzelf staand iets. Daar krijgen we middelen voor. We hebben afgesproken, dat moet kostendekkend zijn. We komen nu 2 miljoen tekort. Als we die 2 miljoen op de een of andere manier weten te vinden... of we krijgen geld van Den Haag erbij. Kan ook zomaar, want je weet het met Den Haag vandaag helemaal nooit meer. En we zouden dan op nul zitten. Dan is wat mij betreft aan die opdracht voldaan... en kan dat geld terug naar de burger... en hebben we dan andere tekorten op andere terreinen... zullen we dat door middel van beleid... of andere besparingsmogelijkheden moeten doen... of misschien het huis van de stad... wat ook een onderwerp is van discussie... Ja. Wat minder sober in moeten richten... of andere dingen moeten gaan doen. Ja. Maar dat zijn andere discussies. Ja, Dit gaat echt over het sociaal domein. Ik heb inderdaad in het dekkingsverhaal... het huis van de stad gezien, het zwembad kwam erbij... daar wil ik het vooral niet over hebben... want dan zitten we over 3 uur nog met elkaar. Ja, dat weet ik wel. Laten we dat niet doen. Ja, dan gaan we nat. Ik denk dat we een mooie afsluiting hebben inderdaad met de toezegging van meneer Klompau of joh, het geld is echt bestemd voor het sociaal domein. En mocht het sociaal domein, mocht het dekkend zijn, dan gaat het terug naar de burger. Maar ik wil wel even zeggen dat ik blij ben met die keiharde toezegging van de lokale partij. Nogmaals, ik ken de heer Klompau dat hij ook aan de afspraken houdt. Ja. Dus daar gaan we ook voor. Dus nogmaals, dat vind ik winst van deze week. Heel goed, sluit hem daarmee af. Vandaag, hè? Ook maandag heb ik dat al gezegd. Ja. Dankjewel. Heren, dank voor jullie komst naar de studio en heel veel succes. Dankjewel. 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 When I